De kliklijn 105 is niet alleen om onregelmatigheden vanuit de samenleving door te geven, maar ook onregelmatigheden op de werkvloer. Dit zegt Ashwin Ori, waarnemend hoofd van de arbeidsinspectie. De arbeidsinspectie heeft ook een rol binnen het quick response team van de kliklijn, geeft Ori aan. Er zijn drie redenen waarom het ministerie is toegevoegd aan het quick response team. Conform de wetgeving, artikel 6 lid 1, wet uitvoering burgerlijke uitzonderingstoestand. Daarbij is het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken genoemd. En gezien dat arbeidsinspectie het directoraat is van het ministerie bij de uitvoering, worden we dan ook geplaatst in de QRT, Quick Response Team. Dat is 1. 2. Bij ons algemene doelstelling, voortvloeiend uit de wet arbeidsinspectie, hebben wij ook een taak waarbij als instantie we moeten garanderen voor gezondheid en veiligheid op werkvloer, werkinrichtingen en werkplaatsen. En als derde taak daaruit is ook dat omdat arbeidsinspectie het toezichthoudend orgaan is van de Veiligheidswet 1947. En een van de veiligheidsvoorschriften geeft aan en praat ook over hygiëne. Ori benadrukt dat het ministerie alleen in het spel komt bij gevallen tussen werkgever en werknemer. Als er een tip is doorgegeven via 105, zal de arbeidsinspectie op locatie gaan. En dat is om erop toe te zien dat de aanwezige werknemers de nodige neus- en mondbedekking hebben, handsanitizers aanwezig zijn. Wanneer de werknemers zitten, dat er tenminste de 1,5 meter rekening is gehouden daarmee, dat er genoeg wasgelegenheden zijn, dat er een makkelijke airflow is. Dus dat zijn al die zaken waarop dan arbeidsinspectie in dit kader bij QRT dan zijn deel doet. Er zijn inderdaad meldingen gekomen via 105 waarbij het team is uitgereden. En inderdaad zijn er gevallen geweest waarbij dan werknemers niet in het bezit waren van neus- en mondbedekkingen. En met de aankomst en een gesprek gehad te hebben met de op dat moment aanwezige verantwoordelijke, is het terstond neus- en mondbedekking afgegeven door de verantwoordelijke aan de werknemers en ook gezorgd voor desinfectant. Dat was Ashwin Ori, waarnemend regionaal hoofd van de arbeidsinspectie. Hij sprak over de kliklijn 105. De arbeidsinspectie kan optreden wanneer bedrijven zich niet houden aan de veiligheidsvoorschriften.